En hier staan natuurlijk nog veel meer chesten. Echt, er zijn zoveel chesten in het huis. En what the fuck was dat? What the fuck? Yo, kijkers van de Seriegamer, leuk naar een nieuwe video op de Seriegamer. En vandaag doe ik weer Mindtopia op Minecraft. En jullie zouden wel denken, Kevin, waar sta jij in? Nou, om precies te zijn, ik sta in een echte grote villa in Heratopia. Dan zou je wel denken, Kevin, what the fuck? Waarom sta jij in een echte villa, grote villa? Ik ga het je nu uitleggen. Maar voordat jullie de uitleg krijgen, vergeet natuurlijk niet een blauwe ogen te doen, vriend te abonneren op mijn kanaal en vergeet natuurlijk niet de video te delen. Dat zou echt insane zijn. En ik ga nu de uitleg geven. Nou, wat het is, deze villa die hier staat, die is echt sick mooi. Dat vinden jullie allemaal al. Ik weet het een beetje. Ik zie het wel in jullie gezichten. Jullie vinden hem echt vet cool. En ik vind hem ook vet cool. En als je plotinfo doet, dan staat er Captain Locked op. En dat is Jasper, die mij bewerkt. En mede-eigenaar, Serial Error. Ik mag namelijk in zijn villa wonen bij Jasper. Ik mag hier gewoon lekker in wonen, in de villa van Jasper. En nu is het ook, zeg maar, mijn villa. Nou ja, mijn villa, ik heb niet betaald. Maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Ik mag erbij wonen. En ik vind het zo erg cool dat ik bij Jasper mag wonen en in zijn villa mag wonen. Maar laten we snel beginnen met de rondleiding door de grote villa heen. Dit is de grote villa met een brievenbus waar nog niks in zit in Heratopia. Aan de andere kant van de map. En dat is ook chill, want het is een stuk rustiger. Hier is de veilinghuis. En laten we kijken. Hier hebben we een mooi fonteintje met een mooi vijvertje. En laten we de eerste deur openen. Nou ja, jullie hebben dit zo net al gezien. De aquarium. We hebben een mooi aquarium met een mooie vis erin, nog een mooie zand erin. Wat amber stands voor kleding en wat boeken en films hier, wat jullie misschien wel zien hier. Even denken, we hebben hier een mooie grote breedbeeld tv. Een mooie quartzbank, oh, dat zit ook zo lekker. En we hebben hier een echte toilet. We hebben hier een echte toilet. Met een mooie spiegel hier. Een mooie badkuip. Of een mooie waterfles ding. Een wc. En ja, echt geweldig. We hebben hier een... laten we maar beneden beginnen. Even kijken. We hebben hier een hele mooie chill plek. Echt, ik ben er zo trots op en heel blij op. Nou ja, ik heb het zelf niet betaald. Maar alsnog, ik ben er echt, ik vind het echt heel mooi. Hele mooie chillplek met allemaal films nog hier. En een tv en een boek en zo. Een pooltafel. Ook vet cool. Kunnen we poelen. Met een paar maten van ons. En hier een vet mooie zwembad. Jacuzzi. Echt, oh, zo cool. En hier alweer een breedbeeld tv. We hebben hier dan een kluis. Waar een kluis waar we wat spullen in kunnen doen. Wat best wel goed beveiligd is. Als jullie zien met een ijzeren deur. We hebben hier. Hierboven. Nee, we gaan beginnen beneden. We hebben hier de keuken. Want die staat. De keuken. Met een hele grote vergadertafel. En met een eettafel. Nee, oké. Nou, dit is dus de vergadertafel. En met een mooie taart erop. Die half al weg is. We hebben hier de keuken dus. Met een mooie keuken hier. Een ketel. Een... ja, mooi ding is dat. En nu komen we mooi bij de hartstikke mooie tuin. Wat hier is. Een mooie tuin. We hebben hier nog mooi een zwembad met een duikplank. Een parasol met twee banken. Een barbecue. En dit kunnen we ook echt gebruiken voor leuke feestjes te houden. En ik hoor brand, maar dat zou wel verderop zijn voor een houten kachel of zo. We hebben hier een schuurtje met een schep erin en een knopje wat niks doet. En echt een mooie tuin hier. Een vrij grote tuin ook, om lekker te ontspannen na een drukke dag op je werk bijvoorbeeld. We hebben hier, als we sneller gaan, hebben we hier een hele mooie tweede verdieping. En er is straks ook nog een derde verdieping. Een mooie balkon. En hier een mooie badkamer. Mooie badkamer. Even de deur dicht doen. En een mooi bed. Waar ik ook in mag slapen. Hier hebben we een mooie opslag met boeken, films en een mooie zolder. Hier nog een balkon. Hier daar nog een balkon. Om lekker te uitrusten en lekker zonnebaden. We hebben hier een mooi uitzicht. Een mooie toren hier. Mooi uitzicht op de bergen hier. En op de andere huizen.
En je kan hier ook een hele grote duik daar in het zwembad doen. Als je voorzichtig doet. Want het is best wel gevaarlijk. En we komen nu op het laatste gedeelte uit. Namelijk op de magazijn en op de bibliotheek. Want hier is de bibliotheek met veel andere stands voor meer kleding natuurlijk op te slaan. En veel eten natuurlijk. En veel, weet ik veel, boeken en hier films weer. Hier een paar gaten in het dak. En moet nog gefixt worden. Geen probleem. Ik moet even drinken. Oh, nee, ik hoef helemaal niet te drinken. Heb ik nog eten? Nee. Even stekker. Ik heb al wat eten hier. Ik heb dat verderop natuurlijk ook nog een eigen huis. Echt compleet van mezelf. Daar stek ik natuurlijk ook mijn eten nog. Dat moet ik straks ook nog even verplaatsen hier naartoe. Dat ga ik straks ook even doen. Want ja, dit hier woon ik nu even tijdelijk. Of misschien wel voor eeuwig. Dat zien we wel. En hier staan natuurlijk nog veel meer chesten. Echt, er zijn zoveel chesten in dat huis. En what the fuck was dat?